Na veel tegenslag, motorproblemen, roekennesten in de eilandbrug, corona, gaat de Wilhelmina Louise weer varen. Ze is het kleinste bootje met de langste historie van de Vereniging van Booteigenaren Oude Glorie. Marinus, dit is geen naam. Behouden voor de volgende 80 jaar. De Wilhelmina Louise, we zullen je zegenen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De eerste zaterdag van juni, de 7e dus, ligt ze vanaf 10 uur in de nieuwe havenkom. Schipper Koen ten Hegeler biedt een aardig arrangementje. Hij neemt 2 passagiers en eventueel 2 kinderen mee op een tochtje langs de ontwikkelingen in Almelo vanaf het water en een eenvoudige coronaproof high tea.